Iemand komt een aanmerking voor DBS als die minimaal drie jaar echte ziekte van uh, Parkinson heeft en dan zijn er nog twee facetten waar je dan eigenlijk aan moet voldoen om uh, eigenlijk uh, de DBS uh, te kunnen krijgen. Mensen hebben dan vaak al heel lang uh, de medicatie en op een gegeven moment gaat de medicatie, uh, ja, zijn ze ze vaker innemen, merken ze dat de medicatie onvoldoende werkt, dan krijgen ze meer Parkinsonklachten, stijfheid, traagheid, beven. En als ze dan juist je innemen, dat ze dan doorschieten van het effect van de medicatie, dat er dan overtollige bewegingen komen. Kortom, mensen worden, kunnen niet meer goed ingesteld worden op de medicatie. Dus dat. Aan de andere kant kan het zijn dat uh, dat is ongeveer voor 50% van de mensen, dat die mensen die tremor hebben, dat uh, die onvoldoende onderdrukt wordt. En tremor op zich is ook een goede indicatie voor een DBS.